Halilovic er weer vanaf de achterlap bij. Nog steeds speler van Fortuna. Hij stuurde eigenlijk best lang aan op een transfer. Ja, nu het zo goed gaat met hem en de ploeg en de club. Wie weet ziet hij zelf een langer verblijf ook weer wat positiever in. Actie in het uitvak duidelijk geweest. We zagen het spandoek ook al. Dat heeft te maken met de verplichte buscombi die er opeens toch weer kwam. Angsthazenbeleid, zo werd het genoemd. Vanuit Nijmegen in ieder geval. Gawa, Aubian. En steeds sterker. Al een tijdje nu. Ogawa. Klaarleggen. Aubian. Eerst aannemen, dan uithalen. Claimt Hens. Dat is wat smoorde. Geen strafschop. Er is een nieuwe spits bij. Naast de Wilco van Schaik. Shogai gekomen. En op de training verbaasde die Meijer nog het meest. Met hoe hoog die springt. Nuitink. Wat van Aubian was nog een listig zat. Prima schot met zijn rechter. Brandenhorst redt. Nuitink uitgespeeld, maar het is nog een end voor Peterson. Die heeft Marques bij zich. Peterson. En dan komt er uiteindelijk de rugdekking van Pereira. Dat was wel nodig. Zeer sfeervol het uitvak. Luid en duidelijk te horen, de hele wedstrijd al. We doen de aanhang wat stiller. Nog niet helemaal tevreden. Zo lijkt het met het spel van hun ploeg. Bij de eerste paal gelegd en het is een kopkans voor Ogawa. En dan krijgt hij hem niet erin in het doel. Veel scheelt het niet. Mooie klassieke plastic bekertjes met de klassieke helden erop. Zoals Van Bommel en Lindford. Peterson. Goeie versnelling. Voorzet wordt aangeraakt, dus een corner. Hij vindt dat er voor het doel ergens iemand meer richting het doel had moeten bewegen volgens mij. Nou, ik denk dat Pinto even een soort vredestichter is. Hij zal vinden dat er misschien iets te veel wordt gemopperd. En als dan er wat ontevredenheid in de ploeg komt, is het de taak ook van aanvoer om dat op te lossen. Goed gedaan door Pinto. Lekker hard bij de tweede paal gelegd en goed. Goede kans hoor. De Boye komt daar behoorlijk vrij. Kan de bal alleen niet omlaag koppen. Zo, dat is echt een vrij serieuze kopkans. Marques legt die. Pereira erachteraan. Bal is wel hard. Houdt hem binnen. Ogawa. In één keer. Oh! Goedemorgen zeg. Koki Ogawa. Ja, en met dank toch ook. Aan Pereira, die bal niet alleen binnenhoudt, maar hem nog goed voor krijgt ook. En wat pakt hij hem dan lekker. Koki Ogawa. Zo gecontroleerd. Zo knap, zo moeilijk. Echt een hele fijn. Halilovic. Kan die worden teruggekopt? Ja, maar kan dan niet worden ingekopt. Eunal. Is snel. Rossier in de achtervolging. Eunal ook met bal sneller lijkt het. Dan kap en terugleggen. Dat lukt. Robert. Pereira. Pro. Nou, Jan. Daar is Robert en daar is de tweede. NEC is gewoon veel beter dan Fortuna dat foutloos was. Dat zoveel indruk maakte in de eerste paar wedstrijden van het seizoen. Maar vandaag geen schim is van die ploeg. En Robert González met zijn tweede van het seizoen. Strakke voorzet en een aardige kopbal bij de tweede paal. Ja. Daar kwam Pinto.
Een wedstrijd waarbij Becks in aanvallend opzicht zich laten zien. Dijks geeft de voorzet. Pinto duikt op aan de andere kant als die bal wordt verlengd. Het is geen makkelijke hoor om af te ronden. Het gaat nog even niet gespeeld worden. En dan een gat in het doel, in het net. Dat zal eerst moeten worden gerepareerd. Je zult zeggen, er zitten vrij veel gaten in dat net. Dat is op zich correct. Alleen, ze moeten dus danig klein zijn dat die bal er gewoon niet doorheen kan. Taaier heb je. Overal goed voor. Altijd bij je hebben. Je weet maar nooit waar het voor pas voor kan komen. Peterson. Lekker scherp gedraaid en dan moet Roester snel reageren. Er staat echt een andere Fortuna. Iets andere manier van voetballen. Wat andere namen erbij. En opeens kunnen ze ook weer voetballen. Hier is Hoedemakers. Ogawa. Sano. Verder sportief nu wel. De koppers mee. Uiting en Marquez. Wat is dit? Dit heb ik echt nog nooit gezien. Wat is dit nou? Ik denk dat hij probeert te scoren uit die vrije trap. Opeens Robert met wat ruimte door een goede aanval van NEC. En dat is een overtreding of niet? Ja, maar dan eentje van Sano. Dat is best opmerkelijk, want wie maakt de eerste overtreding? Wat doet verkeerd hier? Sano wil schieten. Wie maakt toch geen overtreding? Van Ottelen. Handig balletje dit. Halilovic. Eigenlijk nog niks van gezien in deze wedstrijd. Lepelt hem voor. Geen kopkans. Aiko. Schot is voor Roefs. Daar was Pinto nog dichtbij. Pinto een paar momenten gehad. Ivo Pinto. Lekker gepakt. Die bal. Hier is Eunal nog even weg. Eunal zelf. Ja, zelf. Maar dat is een redding van Brandrost. Een van zijn beste acties in deze wedstrijd. Hansen geeft mee. Pereira wordt geraakt, maar blijft op de benen aan de bal. Een goede breedte paas en het is gebeurd. De paas is alleen niet goed. En dan heeft hij een assist achter zijn naam. Maar dan hadden het toch echt twee moeten zijn. Niemand die hier reageert. Dan doet Sontje Hansen het maar. Krijgt hij bij Oesa. Er zijn meer spelers mee. Hoedemakers. Daar komt Pereira nog maar eens. Legt hem terug. Hoedemakers. Hard zat, maar wel vrij ver naast. Weer een counterkans. Oesa. Hij is alleen. Tenminste, hij heeft niemand van NEC bij zich. Dus zelf doen. Nou, dat doet hij! Sammy Oesa. De invaller. Zijn eerste in de Eredivisie. Zo beheerst. Staat Brandhorst helemaal vast. En is hij geklopt. NEC wint. Opvallend gemakkelijk bij Fortuna. De basis gelegd in een uitstekende eerste helft waarin Fortuna totaal niet thuis gaf. Na rust werd het wat moeilijker voor de ploeg van Meijer. Maar besliste Oesa de wedstrijd. En Fortuna met 6 uit 2 goed aan het seizoen begonnen. Was vandaag geen schim van die ploeg.